Stupid day. In eerste plaats is het fantastisch dat we weer bij elkaar kunnen komen. Hè? Het voorjaar is weer aangebroken, er worden weer evenementen georganiseerd. En dat betekent dat mensen weer evenementen kunnen organiseren. En de Slingerbeurs is een van de belangrijkste, mag ik wel zeggen. Want hier achter mij komt het Almeloze bedrijfsleven met het Almeloze vrijwilligerswerk samen. Er worden fantastische matches gemaakt waarmee bedrijven het vrijwilligersleven helpen. En ja, dat is een goed doel, want daarmee worden de mensen in de stad uiteindelijk allemaal geholpen. Dan kunnen we een match hier met een springcursus. En hij komt daar mij er ook in. Ja. Hier heb ik vorig jaar ook wel wat meer gedaan, maar hier ken ik de mensen al. Ik werd gevraagd of ik als hoekman weer wilde meedoen. Er was niemand anders die wilde, begreep ik. Ja, je kunt Almelo niet in de kou laten staan, dus dan kom ik graag weer terug op bekende grond. Dus ik voel me weer thuis. Mooi om hier weer te zijn. Iedereen weer terug te zien na de corona-winterslaap. Dus blij dat we weer het voorjaarsgevoel mogen hebben. Iedereen weer meedoet en dat het Almelo weer beter mag gaan hierdoor. En hoe is het in Arnhem? Arnhem was even wennen. Almelo was vertrouwder, maar langzaamaan begin ik er ook achter te komen. Maar ik blijf toch mijn zwak houden van Almelo ook daarbij. Dus Almelo dan niet dagelijks in het oog, maar nog wel in het hart. Nou, misschien wil je opvolger bij Beter Wonen wel vrouw worden. Ik heb Beter Wonen net ook als tent al even gezocht. Mijn opvolger was er nog niet, maar... ik zal Marjan vragen of zij de volgende hoekvrouw wil worden. En misschien kan Claudia Beumer dan ook vragen dat er bij de Almeloze corporatiedames de volgende hoekvrouwen willen zijn. Heel goed idee, dankjewel. Hartstikke mooi, past ook mooi in de emancipatie. Helemaal goed. Ja.